De hysterie rond Baudet. Kenschets je het zo? Zou je het zeggen, dat is wel gaande nu? Ja, er is wel een enorme overdrijving. Ook in de mate van aandacht die hij krijgt. Dat weet hij ook zelf heel slim op te stuwen. Dat weet de Forum voor Democratie ook heel slim te doen, denk ik. De aandacht bijvoorbeeld door niets te zeggen, door niets terug te zeggen. Een kort tweetje misschien. Ja, een kleine beetje loslaten. Het is een beetje de stijl van die Wilders ook al jaren doet. Trump af en toe een tweet, af en toe een opmerking. Ze zijn wel wat toegankelijker dan bijvoorbeeld de PVV. Daaruit lees ik dat hij blij is met al deze ophef. Nou, hij heeft zelf gereageerd, geloof ik, van de week dat hij dat toch wel erg heftig vond. En vooral de bedreigingen en de fascisme verwijten en dat soort dingen. Heeft hij wel iets tegen gezegd. Maar verder is het natuurlijk alleen maar koren op de molen van FVD, al deze aandacht. En ook de tegelijkertijd, hij splijt Nederland wat betreft. Wil hij dit of is dit een onverdacht effect? Nou, ik denk wel dat hij zijn beeld van politiek is heel erg een beeld van niet van consensus, maar van strijd. En dat er dus. Hij heeft heel verheven ideeën over cultuur, over beschaving, over hoe het in de wereld ervoor staat, over esthetiek, over kunst, architectuur. Ja. Dat zijn dingen die sommige mensen aanspreken, maar veel van zijn kiezers hebben daar helemaal niks mee. Maar die vinden gewoon het mooi dat hij een beetje provoceert en de dingen aan kaart die zij belangrijk vinden. Dus dat is een heel groot verschil in zijn achterban. Maar dat is wel een kant van hem die. De polariserende kant. Houdt hij van? Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe die nu in coalitieonderhandelingen gaat functioneren. Want dat wordt nog veel spannender. Nog steeds maar 14% van de stemmen. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat ik nog wel even een correctie moet geven op wat achter Maarten Geert de Waalik zegt. Hij splijt, of als jij zelf, hij splijt niet Nederland, maar hij splijt vooral de elite. Ja. Want hij is zelf een van de elite. Dus de boosheid en de opwinding van veel columnisten, cabaretiers en kranten vooral, is natuurlijk omdat hij een van ons is. Ja. Voor mensen. En hij zegt dingen die we ook helemaal niet meer of nog niet begrijpen, want we waren net in 20 jaar tijd gewend geraakt aan de verlichting waar de islam niet doorheen was geweest, van Fortuyn en daarna van Wilders. En dan begint hij over de romantiek en het romantische nationalisme en verwerpt de hele verlichting. Ja. En dan moeten mensen even diep ademhalen en denken van, jezus, wat hebben we het nu over? Dus eigenlijk dus waar de elite, je zou het grachtgordel elite kunnen noemen, dat is natuurlijk breder dan alleen Amsterdamse grachtgordel, maar die elite die dezelfde krant, NRC, Handelsblad, Volkskrant, VPRO, noem maar op, die vonden altijd wel zo'n beetje hetzelfde. Maar ineens worden ze, dat zegt u ook in de Telegraaf, ze zijn een beetje ongemakkelijk dat iemand uit hun eigen kring die piano speelt, die uit Haarlem komt, die uit een intellectueel milieu komt, die gepromoveerd is, of dat nou een geweldige promotie wel of niet was, even vers 2, maar die maakt ze eigenlijk onzeker. Ja, want Wilders kon je wegzetten als de buitenstaande van de tokjes uit Almere. En Wilders en Baudet kun je dat niet doen, want hij had niet alleen 67 columns in NRC Handelsblad. Cliteur was commentator van Buitenhof. Hij is uit de eigen kring naar rechts opgeschoven. En dat maakt heel erg onzeker. En tegelijkertijd is er ook, in mijn ogen, maar dat is een beetje psychologie van de koude grond, is er ook veel jaloezie van, want hij doet wel precies wat hij wil. En andere mensen houden veel meer rekening met, kan ik dit wel zeggen? Val ik niet buiten de boot als ik deze opvatting verkondig? Ja. En hij deed gewoon wat hij wilde. En dat maakt ook erg boos bij veel mensen. Ik heb ook nog een andere theorie. Boris van der Ham heeft een boekje geschreven over het theater van de politiek, heet het geloof ik. En die had het over het hondje op toneel. En het effect van Pim Fortuyn was een hondje op het toneel. En dat is namelijk, je kunt zo'n professionele toneelspeler zijn en een fantastische monoloog weggeven. Yep. Het hele publiek hangt aan je lippen, maar zodra er een hondje achter je langs op het toneel loopt, is alle aandacht weg. Want dat hondje is authentiek en doet wat hij wil. En Pim Fortuyn was een hondje. En in dat opzicht, die metafoor, is Thierry Baudet ook een hondje. Ja. Wat alle aandacht naar ze toe trekt. Volgens mij heeft hij een alternatief bedacht. Ja, hij stuurde ons een appje, want hij wilde niet in de uitzending praten, want hij wil liever dat het rumoer natuurlijk een beetje doorgaat zonder hem. Ja, Thierry Baudet heeft nu bedacht dat hij in plaats van boreaal een ander woord gaat gebruiken, septentrionaal. Dat lijkt me zeer toegankelijk. Klinkt veel volkser ook. En, wat is dat? Septentrionaal. We bellen even Frits Spits. Volgens mij heeft hij gewoon een pseudonieme woordenboekje erbij gepakt. Ja. En dit is een pseudoniem voor noordelijk, ook net zoals boreaal. Dat is. Om ze even bezig te houden. Verbaas je niet als hij binnenkort over septentrionaal gaat spreken in het land, ja.